In de ether op 107.8 en 105.5 op de kabel. Of wereldwijd via rtvassen.nl. Radio Assen. Kees Koning, ja, de specialist over banden. Hoe word je specialist? Hoe word je bandenspecialist? Ik denk dat dat moeilijk te leren is. Allereerst heb ik zelf altijd geraced. Dus dat is al een goede basis. Dan weet je waar je over praat. Het tweede is de opleidingen die wij bij Dunlop intern krijgen over compounds, ontwikkelingen en noem maar op. En dat bij elkaar en dan het in elkaar passen van alle informatie en het gevoel erbij. Ja, dan word je specialist genoemd. Ja, mannen en rubber die hebben wat samen. Ja. In meerdere opzichten. Ja. De vraag hoe is het met de bandjes ligt hier natuurlijk voor de hand. Maar ja, waaruit, wat voor rubber bestaat zo'n band uit? Er zijn heel veel soorten rubber die gebruikt worden, compounds en dergelijke. En daar is eigenlijk een heel team van specialisten van Dunlop Engeland die dat ontwikkelen. En dan zie je ook vaak dat er zaken ontwikkeld worden die op de tekentafel of zeg maar door de techneuten bedacht getest worden die er niet uitkomen. En dan ineens weer wel een supercompound tevoorschijn komt. En dat wordt dan ook heel uitdrukkelijk getest. En na zoveel test dan komt het echt in productie. En dan weten we ook zeker dat we een goed product hebben. Nou zijn er twee soorten banden. Hè. Je hebt de racebanden en je hebt de banden die normaal gebruikt worden voor de gewone burgers op de weg. Als ik dat onderscheid eens ga maken, wat is er een standaard raceband en is die er eigenlijk wel? Nou, standaard is er eigenlijk niks, maar het grootste verschil tussen straatband en een raceband is de constructie van de band. He, dus feitelijk is de band dunner als een straatband, hij is ook lichter als een straatband. Maar door de specifieke constructie en de rubbersamenstellingen, ja, heeft hij zoveel grip. Hij hoeft ook uiteindelijk maar 1 of 2 uur mee te gaan. Terwijl een normale persoonautoband, ja, die hebben we toch het liefst dat hij 10, 15, 20.000 kilometer meegaat. Nou zou ik bijna geneigd zijn om te zeggen van, ja, als zo'n band maar 1 of 2 uur meegaat, is dat niet een ongelofelijke verspilling van natuurmateriaal? Nee, want daar worden tegenwoordig andere grondstoffen voor gebruikt ook. Dus het is niet alleen nog maar rubber, echt rubber zoals het vroeger was. Maar het is ook synthetisch. Laten we maar met de regenband beginnen. We hebben er eens even eentje bij ons neergezet. Zo'n regenband, wat is daar nou zo bijzonder aan? Het bijzondere is eigenlijk de waterafvoer. Door de groeven die naar de zijkant weglopen. De V-vorm gaat ook altijd naar voren toe. Dus hij perst het water eigenlijk onder de band vandaan. En hoeveel water kan er nou door zo'n band afgevoerd worden? Ik weet niet, een hele moeilijke vraag. Ik weet niet het exacte aantal liters, maar het is een gigantische hoeveelheid die afvoert. Vandaar dat je ook tijdens de race, als het echt regent, dan zie je ook zo'n hele spray achter die auto verschijnen. Nou heb ik eigenlijk zoiets om te zeggen van, zou ik mij er een dagje in kunnen douchen in dat water wat erin afgevoerd wordt? Nou, ik denk wel een jaartje. Zoveel nog? Ja, dat is ontzettend veel wat die afvoert. Ja. Ja. Dan gaan we een verdieping lager en dan zien we zo'n slik liggen. Ja, hij ziet er ook inderdaad wel heel slik uit, hè? Ja, ja. En het grappige daarvan is ook wel dat je kunt natuurlijk aan zo'n slik, omdat die glad is, niet zien hoe ver die versleten is. En vandaar dat die indicators erin gesneden zijn. Dus als de gaatjes weg zijn, is die eigenlijk versleten. Ah, we zien gaatjes inderdaad in de band. Kijk, bij een regenband kun je natuurlijk zien van het profiel is op. Dus hij is glad, die voert geen water meer af. Bij een slik moet je ook kunnen zien hoeveel rubber zit er nog op. Hè? Wat hebben we nog over? Nou, dat is door middel van deze indicator te zien. En dan kun je aan de hand van de slijtage zien hoeveel ronden je gereden hebt. Of weet je ook hoeveel rondjes je nog moet. Hoeveel kilometer dus. Ja, en je kunt ook zien, raceauto's rijden nu eenmaal met veel camber. Dat wil zeggen dat het wiel min of meer schuin onder de auto staat. Dat is om de wegligging te bevorderen. Maar dat betekent wel dat hij aan één kant harder slijt als aan de andere kant. En vandaar dat die indicators een maatgevend middel zijn om te kijken hoe ver is hij weg. Nou zal dit ook een moeilijke vraag zijn, maar mijn logica zegt mij dat het volledige vlak op wat op de weg rust dan meer grip geeft dan maar een helft of iets dergelijks.
Ja, dat is niet helemaal waar, omdat als een auto de bocht instuurt, dan komt de druk zeg maar, op de buitenkant van de band te staan. En vandaar dat ze dus eigenlijk al wat tegenwerking geven door het wiel iets schuin te zetten. Dunlop is op de Rizla Racing Day. Wie voorzien jullie van banden? Wij doen de Dutch Supercar Challenge. Dat is een klasse met allerlei GT-auto's, tourwagens. In twee klasses rijden we hier. Normaal gesproken als het hele veld start zijn het vier klasses. Dat zijn 31 auto's. En wij doen nog de BRL Light serie. Dat is, daar rijden twee klasses in. De zware jongens, de V6'en. Die rijden met een Amerikaanse band. Maar de Lights, dat zijn de Ford Focus bodies, zeg maar. Daar rijden ze met Dunlop. En wat is dan de rol van Kees Koning daarbij? Ja, ook daar geven we advies in. Die mogen maar één band gebruiken, één compound. Dat is voorgeschreven. Mogen maar vier banden per raceweekend gebruiken. Maar goed, ook binnen die marge is heel wat te doen. Dus het advies van Kees van Dunlop is wel heel erg belangrijk? Men zegt het. Ik vond het leuk om even te horen wat de specialiteiten zijn van zo'n band en wat je daarmee moet doen. Ja, en ik hoop dat er veel races gewonnen worden met deze band ook dan. Hè? Ja, nou in ieder geval in de series die wij doen winnen ze altijd. Dat is handig. Ja, want er is geen ander merk. Rizla Racing Day. Dankjewel Kees Koning van Dunlop. Graag gedaan. Wereldwijd via rtvassen.nl.